Ik heb begrepen dat je dan je mobiel op zo'n gebouw richt en dan krijg je informatie. Ja, dus dat is hartstikke leuk. En dan kun je routes inplannen. Dus voor bezoekers is het een hele mooie oplossing. U heeft het helemaal goed. Er wordt informatie weergegeven. En ik heb ook begrepen dat het een zeer complex traject was om al die informatie bij elkaar te krijgen. Om die database te vullen met de informatie die we daar willen weergeven. En als we dan naar de toekomst kijken, moeten we dan eigenlijk niet nu al stappen maken om al die informatie die we nu hebben te zorgen dat die bewaard blijft voor toekomstige generaties, zodat die het allemaal kunnen opvragen? Denkt u dat u uw beleid enigszins gaat aanpassen om al die informatie te bewaren? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Volgens mij hebben we informatie, we slaan het op. Dus wat we nou nog meer moeten doen, ik zou het niet weten. Dan moet je iemand vragen die zoals jij op die golflengte zit. Maar je kunt ook niet alles opslaan en niet alles bewaren. En ik krijg dan angstvisioenen van foto's over 30 jaar, hoe ik er 30 jaar geleden uitzag. Eerlijk gezegd heb ik daar geen behoefte aan, moet ik heel eerlijk zeggen.